het gaat gebeuren. Onze jeugdprins, Prins Stijn de Eerste. En daar is ze, Prinses Sanne de Tweede. Een wat andere onthulling dan normaal, maar niet minder bijzonder. Met de speciale film werd woensdag op basisscholen De Regenboog en Een Omgang in Schuik onthuld dat Tijn van Kolen en Sanne Roefs de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van het Moesland zijn. Ja, heel leuk. Ja, dat heel veel mensen die zeg maar dan wel kennen en dat ja, best wel veel kinderen wouden het ook worden en dan kiezen ze mij dus uit, dus dat is wel leuk. Toen ik in de klas zat en toen kwam ik natuurlijk in dat pak en toen moest iedereen al gelijk lachen. En ja, toen kwam de trommelgeroffel en toen zei iedereen van oh, ik had het echt niet in de gaten, dus ik heb het goed geheim gehouden. Dat carnaval er volgend jaar totaal anders uit gaat zien is zeker. Het huidige prinsenpaar blijft aan en activiteiten als de optocht gaan niet door. Er is wel een digitale aftrap geweest voor de volwassenen en de carnavalsvereniging wil het feest voor hen dan ook niet volledig afblazen. Juist daarom is gekozen om het jeugdcarnaval door te zetten. Eigenlijk was voor ons al meteen duidelijk, we gaan niet zomaar een jaar voorbij laten gaan. Want er zitten nu ook weer kinderen in groep 6, in groep 7 met die ene kans om prins en prinses te worden. En carnaval, ja, in wat voor vorm ook, kun je echt wel organiseren. Dus wij gaan er gewoon alles aan doen om er een hele mooie carnaval van te maken. En dat begint met een nieuw prinsenpaar. Het is door coronatijd wel allemaal een beetje anders dan anders natuurlijk. Wat vind je daarvan? Ja, heel gek. Eigenlijk ook wel stiekem een beetje jammer ook. Ja, wel jammer, maar ik vind het niet zo erg. Want het is altijd gewoon leuk om prinses te worden. Het is maar 1 jaar en het is maar gewoon 1 kans zeg maar, om het te worden. Prinses Sanne gaat er in ieder geval hoe dan ook voor zorgen dat het ook dit jaar weer een onvergetelijke carnaval wordt in Moesland. Ja, gewoon de dingen blijven doen wat we wel mogen en gewoon ja, feesten. Ja, gewoon leuke filmpjes denk ik blijven maken en gewoon dat de ouderen het ook een beetje blijven volgen. We gaan kijken activiteit op activiteit wat er kan, samen ook met de grote. En ik weet zeker dat we, al is het hè, maar naar de ouderen toe, waar we muziek kunnen maken, waar onze huppelpupjes kunnen dansen, waar de prins en prinses langs de deuren kunnen. Dus ja, ik denk dat ze juist een hele mooie, nou ja, manier zijn om carnaval toch zichtbaar te maken in het dorp.